Ook dinsdagmiddag en avond is het weer druk rondom de Goffert. Natuurlijk vanwege het concert van Rammstein. Hoewel station Goffert in de buurt ligt van het park, is het niet de bedoeling dat de vele concertgangers hier gebruik van maken. Dat zegt woordvoerder Leonie Bosselaar van de NS tegen RN7. Concertgangers kunnen wel heen met de trein naar station Goffert, omdat mensen dan meer verspreid van elkaar komen. Wanneer een concert is afgelopen, gaat vrijwel iedereen meteen naar huis. En in één keer zoveel mensen kan het station niet aan. Wel rijden er pendelbussen vanaf het park naar station Nijmegen. Het gebruik van die bussen is gratis.